Kijkers van Zizotubers en ik ben weer terug met een gloednieuwe video op de Castaway MC of Violence Whatever You Want server. En Whatever You Want hoort er niet bij. En vandaag showcase ik jullie alle eilanden tot aan haar, ook wel Hyperion, vanaf het begin. En waar ik net stond toen de video begon, is het startpunt van iedereen. En dit is dus Aegis, dus het allereerste eiland. En ik heb veel godgear, dus ik kan niet varkens in één keer doden met vuur. Dan is het allereerste wat iedereen altijd doet, is gewoon simpelweg met de hand hout hakken. Dat, en daar moet hij of zij dan tools voor maken. Door de crafting tables daar voor die palen te gebruiken. Dat gaat zo. Ik heb inmiddels zoveel axe. Ik heb ook diamond axes, maar die gebruik ik niet. En ik heb mijn armen nooit aan, want het kost durability. En je hebt altijd veel. En al wat je dan doet is een zwaard maken. Zorgt voor food. En wat staat daarop? Mwah, niet slecht. Stein geven. Of wil je die winnen? Of willen jullie die hebben? Zoek me dan een keer op. Niet dan in de game. Als je me vindt, krijg je dingen. Wie de vuur? Oh. Oké, dat kan ik zo nog wel even gaan doen. Maar goed, Dan is daar nog een schip waar ik naar heen kan, maar dat kan ik nu, maar dat doe ik nu even niet. En daar is ook nog een sucker chest verstopt, die om de 30 minuten ongeveer wordt gevuld. En waar dan super goede goodies als een Iron Axe in komen te zitten. En leather armor die veel verkocht, duur verkocht. En dan heb je hier sell items. Daar kun je items verkopen door ze hierin te plaatsen en op E te drukken. Hier kun je items kopen. Dat zal telkens verbeteren. Je kan zelf bijvoorbeeld veel hier kopen. En dan kun je hier smelten. Die villager functioneert als een oven. Dat is best wel raar, maar het kan schijnbaar. Kijk maar. Iron. En dan stop ik die weer in en dan verbrand dat. En dan kan ik nu bij mijn andere smeltersmid op andere eilanden. Als Brahma, of hoe je dat ook wil uitspreken. Waar ik nu naartoe ga. Dat ga ik ook laten zien. Hier ga je naar de villager Brahma. En daar kom je ook gelijk bij de volgende villager. Dus dat je dat weet. Bundle player. Hier kan ik weer items verkopen. En dat kan ik zo nog wel voordoen dadelijk. Zelfs smelt. Oh, ik heb het verkeerd gelezen. Ik heb ook heel veel cooked pork chop en eet dat op. Oké, mooi. Hier kan ik mijn iron ingot pakken. En dat ga ik dan even verkopen. Want dat kan hier. En dat is 9 waard. En zoals je ziet heb je voor Brahma had je 1250, 12, 1, ja, 1250 nodig. En hier heb je 3000 voor nodig. Dat is gelijk een stuk meer, geloof dat maar. Daar doe je een stuk langer over. Al deed ik over Aegis niet lang. En hier heb je PvP en Forest en Rooms. PvP kun je beter gewoon richting Forest lopen. Hier heb je kamers. Moet je allemaal zelf maar lekker uitzoeken. Daar kom je hierbij. En dit is, als je nog niet zo ver bent, een hele mooie plek om geld te verdienen. Dat is namelijk hier op Brahma. Bloemen. En die zijn veel geld waard als je nog beginner bent. Dat is een hele goede manier om geld te verdienen. Neem dat van me aan. Daar heb ik bijna altijd op Brahma, laat ik maar gewoon B noemen, gedaan. En dat... En die bloemen, die worden weer gerespawned bij 60% van de resources voorbij. En Milan, hoe kom je er dan achter hoeveel de weg is? Nou, simpelweg slash research per percentage. Dat is dus nu, ja, best wel veel. Ik kill de spark even. En hier hebben we het enige echte PvP van Brahma. Even kijken, ik hoop dat er niemand in staat. Volgens mij staat er ook niemand in. Daar kan ik jullie mee nijlen. Er zit daar een kist aan de zijkant van de boom. Als je er een stukje opklimt kun je die vinden. Maar nu gaan wij weer naar de spawn. En dat duurt 8 seconden. Ik weet niet of ik dat...
dat eruit ga editen, maar dat zien we allemaal wel. En hier de Cute Panda 10 is nieuw op deze server. En dan gaan we nu naar Commons, het volgende eiland. En hier kun je minen vanaf nu. En er is ook een PvP mine, dat zit daar achter. And then she kept her so high.